Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Van de week heb ik de energie-update online gezet, wat er allemaal deze week naar voren zou kunnen komen. En ik heb daarin verder niet de nieuwe maanenergie meegenomen, terwijl die wel in de energieweek valt natuurlijk. We hebben daarin besproken dat we engelenpoortdagen hadden. Maar we hebben 9 februari ook nog een nieuwe maan in Waterman. En daarom wil ik vandaag even nog een extra losse video uploaden. Wat alleen ingetapt is op de energie van de nieuwe maan. Want het is een week. Dat zagen we natuurlijk ook wel in de weekenergiereading. Met die energieupdate. Dat er heel veel spirituele groei actief is bij heel veel van jullie. En deze nieuwe maan brengt dat nog verder teweeg. Want we zijn eigenlijk in een verandering op weg naar een nieuw begin. En deze nieuwe maan in Waterman zorgt er eigenlijk ook voor dat jouw bewustzijn geactiveerd wordt om het geluk in jouw eigen zelf echt te gaan ervaren. Wat voor jou bestemd is en de keuzes die je daarin gaat maken. Dus eigenlijk kom je op een punt waarbij je beslissingen kunt gaan nemen om oude situaties en patronen los te laten. En je te gaan richten op het pad wat voor jou, in voren ligt, zeg maar. Je kunt het ook wel een nieuwe toekomst noemen. Soms is het nog best wel lastig, zodat jij, om in te voelen en vooral vanuit jouw intuïtie te voelen wat je echt zou willen. Niet van elementen wat buiten jou speelt. Want je kunt advies krijgen waar ik het al eerder over heb gehad. Hè? Maar voel hoe dit in jouw energiestroom past. En ga niet een tijdpad van een ander lopen, want dat is niet de bedoeling. Dus het is belangrijk om erachter te komen wat jij heel graag zou willen. Waar word jij blij van? Waar krijg je dat geluksgevoel van binnen als je daaraan denkt? En er zullen heel veel mogelijkheden zich eigen aan gaan dienen. Hè? En dan heb jij de keuze om een element uit te proberen. Maar als iets niet voor jou bestemd is, laat het dan ook gewoon lekker los, wat ik al zei. Totdat jij op een moment komt dat jij een element ervaart wat wel dicht bij jou ligt. En wat wel jou stimuleert om verder door te pakken. Waar je dus die lach van op je gezicht krijgt en dat gevoel van vreugde in jouw systeem, maar ook wel een stukje rust gaat ervaren, innerlijke rust, dat je het gevoel hebt van dit is precies wat ik wilde en waar ik op zoek naar was. Want ik zie het namelijk een beetje als de 7 van bekers uit de tarot. Je krijgt meerdere opties, maar niet elke optie sluit dus aan bij jouw eigen ik. En je kunt het dus in gaan voelen. En als dat niet direct lukt, probeer dat dan. Probeer die optie dan wel vanuit oprechtheid te evalueren. Of iets wel of niet goed voelt. Want het feit blijft dat we opties krijgen die ons ook valse hoop kunnen geven. Of valse intenties kunnen geven. En dan kun je bijvoorbeeld denken van maar waarom krijgen wij dan ook opties op ons pad wat niet oké is of niet zuiver is? Nou, dat is om jou verder uit te zuiveren, om te leren omgaan met energieën wat niet voor jou bestemd is. Om dichter bij je eigen ik te gaan komen. En vooral dat je gaat leren en voelen om te leren luisteren naar je gevoel. Waarbij je dus ook die onderscheid kunt gaan maken in opties of dat iets reëel is voor jou of niet. Of leg jij zelf een lat misschien te hoog voor jezelf op een plek waar je wat nooit te realiseren is. En als je dan gaat kijken, hè, al met al is een energiestroom waarbij we toch wel naar binnen mogen gaan keren om goed te gaan voelen wat je echt wil voor de toekomst. Wat op dit moment in jouw tijdsbestek ook toegepast kan worden. Hè? Zonder ego, zonder angst, zonder conditioneringen of bemoeizuchtige energie van anderen. Probeer dus echt je denken even uit te schakelen en zwengel je intuïtie maar echt goed aan. En dan zul je merken dat de energie die op dat moment op gaat spelen ook gebruikt kan worden om nieuwe intenties te zetten, om je nieuwe pad
uit te stippelen. En wellicht dus ook de illusies en valse opties die op je pad gaan komen ook al langzaam door het universum een beetje aan de kant worden geschoven, dat je er niet te veel last van gaat hebben. Want het komt gewoon vaker op je pad als je in een lagere trillingsenergie zit. En mocht je in een hogere trillingsenergie zijn, dan wordt eigenlijk het pad al een beetje zo vrijgebaand. Alles wat dan, zeg maar, zie je het als rood kapje door dat bos heen. Hè? Dat er van alles uit dat bos kan gaan komen. En je blijft bewandelen op dat pad. En als jij in een hogere trillingsenergie zit, dan zet eigenlijk het universum daar een schild omheen. Van oké, er kan niks van dat uit dat bos komen en jou bereiken. En dat is eigenlijk wat ik hier een beetje mee wil zeggen. Ik hoop dat het duidelijk is. Misschien een beetje onsamenhangend. Of niet. Voor mij is het duidelijk. Misschien voor jullie iets minder. Laat dan vooral een berichtje achter. Zodat ik misschien iets toe kan gaan voegen. Als je vragen hebt. We hebben de ontknoping is nabij. Volle maan eclipse. Nu hebben we volgende maand ook weer een maansverduistering in het vizier. Dus er gaat ook weer grote veranderingen plaatsvinden. Die maansverduisteringen spelen dus nu ook al een beetje een rol. Want dat is ook wel een aantal weken van tevoren sluimert die energie al in het energetisch veld. En we pakken nog een ander kaartje erbij. En we hebben de mannelijke energie. Kaart 42 maakt ook weer 6. Staat ook wel weer voor betrouwbaarheid, standvastigheid. Ook wel een stukje vanuit liefde weer gaan ervaren. Maar ook je verantwoordelijkheid gaan nemen. Verantwoordelijkheid voor het hef in eigen handen. Prachtige energie, prachtige kaart. Voelt voor mij ook het stukje afscheid nemen van energie wat niet meer voor jou bestemd is. Maar we gaan eens even met het tarot verder kijken wat er naar voren mag komen. We krijgen de 8 van bekers op kop. Dit is het stukje zoeken, je kracht weer terugvinden. Maar het voelt voor mij, hij komt op kop, je hebt je kracht al teruggevonden. Het voelt voor mij dat je die guidance al hebt gehad, dat je al de kijk op het leven hebt herpakt. Dat je het stukje stagnatie los hebt gelaten, dat jij spijt los hebt gelaten. En daardoor dus ook bepaalde ego en constructies in jouw systeem hebt ontkoppeld. En daardoor ook inzicht ziet waar het pad verder heen mag gaan. Kaarten blijven op kop komen. Oké, ik wil daar dadelijk wel even extra kaartjes bij. Want we krijgen hier ook de koning van munten. Iets wat succesvol kan zijn. Stabiliteit, hè. Maar hij komt op kop. Dus ik pak er toch nog even een kaartje bij. Op deze twee. Nou zijn de kaarten ook wel erg glad. Kijk eens. Paasje van bekers. Oké. Doordat jij sensitiever aan het worden bent. En jouw intuïtie dus verder open gaat staan. Kan het ook zijn dat jij even het gevoel van balans en vertrouwen mist. En weet dat je ondersteund wordt. Door je engelenteam. Gidsen. Heel spirit team die je aan kunt roepen natuurlijk. Hè. Ze staan altijd op de achtergrond paraat. Maar heb je echt ondersteuning nodig? Heb je echt hun hulp nodig? Roep ze dan ook zelf aan. Door bijvoorbeeld meditatie. Of als je in het bos zit en in een rustig moment dat je ze aanroept. Jij krijgt boodschappen door. En dit kan op meerdere manieren zijn. Dit kan door helderhorend zijn. Dit kan door heldervoelend zijn. Helderziend. Sommigen zelfs ruiken. Dat je guidance hebt of een herkenningspunt van oké, hier mag ik naartoe. Synchroniciteit kun je aan denken. Dus er gaat heel veel komen. Vooral omdat die intuïtiviteit de komende periode verder nog geactiveerd gaat worden. We hebben de 6 van staven. Zwaarden, sorry. Verschuiving, verandering. Je gaat naar die vernieuwing toe. Wat een succes zal hebben. Het kan zijn dat je het oude echt los gaat laten met ook materie, wat we het zojuist ook al over hebben gehad. Hè? Dat stukje materie wat losgekoppeld gaat worden. Wat niet meer zo belangrijk is. Een nieuw krachtig pad gaan voortzetten. En jouw pad wordt bepaald. Hè? Je hebt de wind al in de zeilen.
Je zit al in die stroming, al heb je af en toe even die stagnerende energie. Probeer vanuit die vernieuwde energie weer in je kracht te gaan staan. Je mag leren in dit proces, hè, want je bent in een nieuwe tijdlijn aan het stappen. Of je staat al op dat nieuwe tijdlijntje. En daarbij is het dus ook weer dat jij dingen mag gaan leren. Door mag prikken wat ja, misschien een illusie is of een angst is. En dit gaat wel heel erg mooi, want hier staan die zwaarden, staan eigenlijk als guideline al in het water. Zodat jij gewoon juist blijft varen. Eigenlijk precies zoals ik het zei, zojuist met het pad van, weet dat? Roodkapje in dat bos, hè? Dat er een schild om jou heen staat. Je wordt begeleid, je wordt beschermd. En wij krijgen de ridder van water. Romantische, emotionele connectie kan er komen. Kan ook een connectie met jezelf zijn. Hè? Dat er nieuwe emotionele banden met jouw innerlijke zelf wordt gelegd. Waarbij jij ook merkt van oké, ik stond eerst anders in het leven. Ik krijg nieuwe waarderingen, nieuwe inzichten. En het zijn uitdagingen, maar ik ga die uitdaging wel met de volle glorie aan. En ik weet ook dat ik al heel veel bereikt heb. Dat ik al heel veel doorgepakt heb en ook voor elkaar heb gekregen. En het is nu aan mij om ook in dit nieuwe tijdsbestek verder te gaan groeien. En al heb je het gevoel dat je dan niet meer zo ver in je groeiproces staat, omdat het een nieuw pad is. Weet dat jij wel al veel meer voor elkaar hebt gekregen, als dat jij nu misschien even ervaart. Dus er gaat het een en ander verschuiven in jouw energetisch veld. Maar dit is alleen maar in de positieve zin van jouw eigen ontwikkeling die verder voortgezet gaat worden. We krijgen de vijf van zwaarden, de vijf van lucht. Je kunt het gevoel hebben dat je dus verkeerde, een beetje dat innerlijke conflict voelt het voor mij, dat weer op kan gaan spelen. Een conflict in jouzelf van, heb ik wel de juiste zetten gezet? Heb ik wel de juiste knopen doorgehakt? Is het wel voor mij bestemd om dat nieuwe pad te gaan bewandelen? Maar lieve ziel, als jij al op het nieuwe pad zit, kun jij niet meer terug in de oude energie, want dat is voorbij. Dat station ben je al gepasseerd. En het enige wat je kunt doen is of dealen met het station die gaat komen. En sluit dat station niet bij jou aan, omdat het niet prettig voelt. Om dan vervolgens naar een nieuw station te gaan, om te voelen of dat wel bij jou aansluit. Maar je moet het zo zien, jouw trillingsenergie is aan het upgraden en wat hier dus meespeelt is weer een lagere trillingsenergie. En het is van belang om die trillingsenergie hoog te blijven houden. En je zult af en toe weer even een stapje terugzetten in de trillingsenergie. Dat zal altijd wat fluctueren. Maar ben ervan bewust dat het alleen maar in de positieve zin is. Je hoeft hier niet in de verkeerde vorm naar te kijken. Want je krijgt alle antwoorden al naar je toe. We krijgen hier de 7 van zwaarden. Dus veel luchtenergie. Veel in je hoofd zitten, veel in je denkpatroon. Het voelt voor mij dat je dingen kunt gaan overdenken de komende dagen. Dat je ook een beetje op je hoede bent. Zo voelt het voor mij. Maar van de andere kant kun je ook weer in je rust gaan zitten. Heb je dat zwaard bij je zitten, je wordt beschermd door het hogere goed. Je zult in alle tijden die bescherming ook mogen ontvangen. Al voel jij en ervaar je dat misschien niet. We krijgen namelijk de 8 van vuur en bij de 8 van staven. Dat houdt in waar ik het zojuist over had. Dat je die synchroniciteit downloads, boodschappen doorkrijgen. Beschermende factoren, synchroniciteit. Het helder horen, voelen, zien wat voor jou misschien van toepassing is. Sommigen hebben alleen de connectie met je hogere zelf. Of je onderbuikgevoel, hoe je het wil noemen. Want iedereen zit natuurlijk in een eigen proces. Maar er gaat heel veel bevestiging komen. Er gaat heel veel communicatie komen. En dit gaat met best wel een snelheid. Een stukje multitask is daar een onderdeel van. En de ballen hoog houden vanuit meerdere perspectieven.
We krijgen hier de 5 van munten, de 5 van aarde. Dat is het vertrouwen hebben dat je die guidance krijgt. Hè? Dat jij niet in de kou hoeft te staan. Jij hoeft het niet alleen te doen. Je kunt door het spirituele, door wat ik al zei, hè? Door engelen, gidsen, je hogere zelf, met wie jij ook kunt connecten. Misschien zelfs dierbare overledenen, die begeleiden jou. Die begeleiden en beschermen jou op je pad. Waarbij jij dus ook emotioneel weer wat meer open kunt gaan staan. En ook open kunt gaan staan om weer meer te mogen ontvangen. Dat muurtje wordt er wat afgezwakt. Waardoor je dus ook die nieuwe deur die geopend gaat worden doorheen wil gaan stappen. En al heb je hier misschien even twijfels. Dat die deur staat al op een kier. Het enige wat jij hoeft te doen is die trap op te lopen. En de deur door te lopen. En wat er aan de andere kant van de deur komt. Dat weet je nog niet, maar we zien hier 2 keer de beschermende engel. Je wordt begeleid, je wordt ondersteund. En hetgeen wat voor jou bestemd is, daar ga jij naartoe. Kijk eens, we krijgen de 6 van munten erbij. Balans, stabiliteit. Ook inzien dat bepaalde mensen misschien niet meer compatible zijn op jouw tijdlijn. Waarbij je ook die ontkoppeling gaat nemen. Soms kan het zijn dat je even besefmomentje hebt. Dat je zelf misschien even je omlaag haalt. Hè? Die trillingsenergie uit balans haalt. Maar van de andere kant, je krijgt heel veel helderheden. Je krijgt de bescherming, de ondersteuning. En je balans krijg je helemaal op je pad. En het is natuurlijk aan jouw eigen ik of dat jij daar naartoe gaat lopen, want de ontknoping is nabij. Hè? Dus al krijg je af en toe zo'n moment, dit zal ten alle tijde je hele leven gebeuren. Hoe ver in jouw groeiproces jij ook zit, dit zal altijd even opspelen. Want dat heeft gewoon met het aardse energiestroom te maken. Maar we gaan nog 2 kaarten erbij nemen. Kijk eens. De 4 van staven, de 4 van vuur. Viering van het leven, stabiliteit. Onderkant dek hebben we de 3 van bekers. Viering, community. Hè? Het stukje samenkomen met gelijke stemden. Vriendschappen benadrukken. We zien hier toch die transformerende energie. Waar ik het ook in de energie-update over heb gehad van afgelopen week. Of die deze week dus actief is. Ik zal beneden in de berichtenbox een linkje zetten. Zodat je door kunt klikken naar die video. En ik zie hier alleen maar veel meer voorspoed. Leven weer delen. Al heb jij even dat je op 1 hand staat. Je hebt wel je balans. Dus in welke positie jij je eigen ook manifesteert of manoeuvreert. Het gaat alleen maar ten goede komen van jouw groei. En we krijgen hier de dromer. De voelkaart. Nieuw begin, nieuwe kansen. De ontknoping is nabij. Ik zeg, ik pak nog 1 of 2 kaarten erbij. Nou, de laatste kaart. Prachtig. Ik vind dit zo mooi dat ik dit over mag brengen op jullie. En de energiestroom wat dit met zich meebrengt. Omdat dit toch wel heel duidelijk weergeeft dat in het collectief veld zo'n grote veranderingen plaatsvinden. En de boodschappen die ik door mijn hogere zelf al mag ontvangen. Dat dit eigenlijk ook bevestigd wordt weer in de kaarten. Dus alles wat ik bespreek, dat dit ook weer als bevestiging op tafel ligt. Ik pak nog een korte tijdlijn er even bij. Vorige week zijn ook de maandprognoses voor februari online gezet. Ik zal deze ook in de berichtenbox een linkje zetten. Kijk, dit is hoe jij je eigen altijd zag. Dit is hoe jij vast zat in oude patronen. Maar kijk eens hoe losgekoppeld jij zit. En dat dat een illusie was. Jij de vrijheid weer terug hebt om die energie weer neer te zetten. Ik voel ook echt zo'n passie, zo'n energie van oké, kijk, hier kom je vandaan. Hier ga je naartoe. Daar zit je middenin. Vier het leven, omarm het, geniet ervan. En wees gewoon vooral rete trots op jezelf wat je allemaal doorlopen hebt. En je bent zo hard aan het werk. En samenwerken met anderen zal er ook voor zorgen dat bepaalde conflicten opgelost worden. Dat bepaalde
verdedigingsmechanismen omlaag worden gehaald. Je hebt zoveel ambitie in je zitten. En dit kan even opspelen, hè? Dat jij even dat gevecht aan mag gaan met jouw ego, conditioneringen, laag zelfbeeld wellicht. Maar je bent al los. Je bent al los. Het is gewoon een blik die je weer even mag werpen op het feit wat je al doorlopen hebt. Je bent al op het juiste pad. Je hebt al het oude achter je gelaten. Jij gaat al naar die vernieuwing. Kijk eens. Ik zei al, je zat veel in je hoofd en dat zien we hier ook terug. Dit is de bevestiging van dat je veel in je hoofd zat. Maar kijk eens hoeveel ruimte je daar omheen hebt. Je hoeft het niet als last boven je te houden, boven je kroonchakra. Want hier zien we ook een magische element. Het is een vogel, ik denk een roofdier of iets dergelijks. Een spiritdier in ieder geval die ervoor gaat zorgen dat deze zwaartekracht aan kraaien weggaan. Kraaien zijn natuurlijk ook een verbinding tussen het spirituele en het aardse. En dit is waar jij ook die uitzuivering in gaat doen. Kijk eens. En de magier. Nou, mooier kunnen we het niet hebben. Prachtige energie. Magier onder kandek hebben we ook nog de hoge priesteres. En als ik me niet vergis, was dat van de week ook met de energie update. Dat ook de onderkandek de hoge priesteres. 6 van munten en de koningin van bekers. Je gaat succes hebben. Je gaat het oude loslaten. Patronen weten te doorbreken. En dit gaat gecreëerd worden. Ik leg deze er lekker bij. Want gewoon omdat het kan. Ik zie dat jullie... Ik zal mijn lamp een beetje zo zetten. Dan zie je de kaarten misschien iets beter. Het is iets donkerder in beeld. Maar goed... dit is toch fantastisch? De energie blijft zo mooi. En als jij mee kunt gaan op deze energiestroom, dan kun jij loskoppelen uit oude patronen die doorbraak maken. Je hoeft niet meer vast te zitten aan koorden wat niet voor jou bestemd is. En dit is wat de komende tijd gaat komen. Jij gaat het creëren. Jij neemt het heft in handen. Jij bent losgebroken. Jij gaat de weg erin vinden wat voor jou werkt en wat niet. En je wordt begeleid, je wordt ondersteund. Alle mogelijkheden liggen hier op tafel, waarbij je eigenlijk op handen wordt gedragen. Lieve, lieve, lieve ziel, ik wil jullie voor nu vandaag ontzettend bedanken voor jullie tijd en aandacht. Ontzettend leuk als je je eigen berichtje achter zou willen laten als het met jou resoneert. Ook als je zou willen abonneren, mocht je nog niet geabonneerd zijn. Want er is toch wel meer dan de helft niet geabonneerd op mijn kanaal. Mocht je dit willen doen, dit is geheel gratis. Druk het belletje aan en je krijgt een melding als er een nieuwe video online staat. En daarbij pik ik ook je energie eerder op tijdens collectieve readingen. Omdat ik intap op het kanaal, op de energie van de mensen. Dus mocht je dat willen... Doe het lekker. Kom bij de spirituele familie. Van harte welkom. En dan wil ik jullie voor vandaag nog een mooie dag toewensen. En tot de volgende video. Doei doei!